Inderdaad, onze moeder die waste. En dat was inderdaad zo. Dan lagen ze de was nog op de blok. Dus op de gazon, dat wil ik aan zeggen. Hè? Zo, hè? Dus die was de was aan het openleggen. Maar op dat ding, daar kwam een riool uit. Hè? De gracht. En ze zien haar omhoog en ze ziet daar een koppeltje boven komen. Met een zakdoek opgeknipt. En die mens die zei, madame, als ik voorfrang. Ons moeder die heeft niet naar omhoog zien. En ze zei, ah, wil ja, zei ze, ik zal voorfrang gaan halen. En ik kom terug die meer was, want zo gezegd, terug naar Roos. Want ze ging om andere was, zo gezegd. Ze kwam mij andere was terug. En ze lag dat ook op die blok. Hè? Maar ze liet in passant voorfrang vallen. Dus die mens die pakte dat op en zei, als ik naar een boom kan geraken, dan ben ik gered. Dus die liep, die is uit die riool gekropen. En dan liepen, sa de kokmuur, dat was dat kokfabriek, sa de muur, is ze dan gelopen naar een wegske, ook achterin, naar een wegske achterin daar. En daar had er nog van een mens, dus van meneer Zegers, ook voor Frank had. Dus dan is ze toch in boom gerokt. Hoe of wat, dat weten we niet. Dat is nooit niet gezegd of geweten. Dan is in boom gerokt en dan is daarop gepikt. En dan is kunnen ontsnappen. Want een hele tijd erna, als een oorlog gedaan was, dan heeft hij nog geschreven naar meneer Zegers en bedankt meneer Zegers en ook ons moe, omdat ze hem zo goed geholpen hebben. Dus die mens is zo ontsnapt. Dus, en dan ook in de namiddag, allee, die mens was weg, maar in de namiddag kwam Smit bij ons met zo'n hond. En die zei tegen ons moeder dat ze iemand geholpen had die had ontsnapt was. En ons moeder zei ook, nee, ik heb dat niet gedaan. Maar meneer Zegers is ook al bij ons geweest en die zei, Stans, ik heb het niet gedaan en gooi ook niet. We zeggen, ik heb het niet gedaan in me. En we zeiden, nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, wel, zei hij, gooi je dat wel gedaan en dit en dat. En dan was dat heel Willebroek rond. Tot in Tisselt, waar aan ons moe werkte, bij Maria. Maar Maria die zat ook boven te drinken met de Duitsers. En in de kelder zat een Engelsman verstopt. Maria die pakte een vleug en die kwam naar ons gereden. En ze zei, allee, wat stik toch wel in allemaal rood? Dat is mijn werk, vrouw, die doet dat niet. Want die smokkelt vlees bij mij naar het fort verhalen. Die doet dat niet, die zou dat niet doen. En het is dankzij Maria dat ons moe niet op het fort gerokt is. Maar natuurlijk, de oorlog was gedaan. En ze brachten die allemaal naar het fort gevangen, die mannen. Ook Smit was dat boven. Hè? En ze zag die en dat had ze wel gedaan. Ze had een stap tegen zijn kont gegeven en in zijn gezicht gespeept. Maar dat mocht ze niet doen want van de andere soldaten, want ze weer weggaven. En zo is dat ding van de oorlog, dat ik weet.